Goedemiddag iedereen, op deze geweldige dag en na deze fantastische relaxing performance. Ik ben Stef Kranendijk, de CEO van Desso. En Desso is leidend in tapijttegels. En tapijttegels, dan denken jullie allemaal aan die tapijttegels in die promodorpen, maar tegenwoordig kan je helemaal niet meer zien dat het tapijttegels zijn. Daar ligt bijvoorbeeld een gang, dat blauwe tapijt wat je daar ziet bij Microsoft Nederland, en dan zie je helemaal niet dat het tapijttegels zijn. We zijn daar leidend in, samen met iemand anders, in Europa. De meerderheid van de Zuidas ligt Desso, Canary Wharf in Londen, La Défense en ook bij de Rijksgebouwdienst gaan we binnenkort Jubi doen. Dat heet tegenwoordig ministerie van Veiligheid. Daarnaast zijn we marktleider in Europa op het gebied van kunstgas voor voetbal en hockeyvelden. En we maken ook natuurgasvelden versterkt met kunstgas. En het stadion wat u hier ziet, dat is bijvoorbeeld het Arsenal Emirates Stadium in Londen. En we hebben ook net Wembley gedaan, naast een aantal stadions in Zuid-Afrika. 80% van onze business is tapijttegels. Merendeel daarvan is voor kantoren. Maar we maken ook prachtige wollen tapijten voor Design, de Amstel, Hilton's en Marriott's, voor hotels. De helft van de cruiseships die er in de wereld varen, varen met ons hoogpolig wollen tapijt. En ik vlieg uitsluitend op mijn eigen tapijtje. Wij maken dunne tapijten voor de airline-industrie, voor Virgin Atlantic, KLM en een heleboel andere airlines. 20% van de business is consumententapijt. Daarmee zijn we marktleider in Nederland, nummer 3 in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. En 20% van de totale business is sports. Onze strategie is operational excellence, innovation, geografische expansie en PR-communication. Niet communication, nee, PR-communication. Veel goedkoper en levert veel meer op. De eerste driver van innovatie is creativiteit. Desso was nogal een stoffig bedrijf toen wij het in 2007 kochten. Uitstekende kwaliteit, zeer goede service, maar een beetje... Dus wat hebben we gedaan? We hebben als Circles of Architects in alle key-landen opgericht en daar gaan onze R&D-mensen naartoe met kleuren, materialen, geven input. En nu, na 3,5 jaar, worden wij gezien als een trendsetter. De tweede driver van innovatie is functionaliteit. En de derde driver van innovatie voor ons is cradle to cradle. Want cradle to cradle gaat over het maken van producten van zulke zuivere materialen dat je ze eindeloos kan recyclen. En je voorkomt daar ook mee volatiele organische stoffen in de lucht. Dat zijn dingen waar we vroeger nooit helemaal aan dachten. Maar nu denken we ineens aan indoor air quality. Dat is die functionaliteit waar ik het net over had. En de Astmabond in Duitsland heeft in 2005 wetenschappelijke studies gepresenteerd waaruit blijkt dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht in een zaal met harde vloeren 2 à 3 keer zo hoog is dan in een gezonde zaal als hier, waar allemaal tapijt ligt. En aan fijnstof zitten bacteriën, virussen, allergenen en pollen, dus niet erg gezond. Op basis daarvan hebben wij gezegd, wij gaan een tapijt tegen ontwikkelen die dat fijnstof nog veel beter vasthoudt. En dat is de Desso Airmaster, heet dat ding. En dat is 8 keer zo goed in het vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en 4 keer zo goed dan gewone tapijt. Dus dat is een regelrechte innovatie die uit kredel te kredel voorkomt. En zo zijn er een heleboel andere innovaties op het gebied van functionaliteit waar we nu mee bezig zijn als gevolg van het Cradle to Cradle initiatief. Waarom doen we Cradle to Cradle? Wat is een goede, positief quality initiatief? Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. En afval wordt voedsel voor andere producten. En we doen dat niet alleen voor people en planet, maar ook absoluut voor planet. Als je bedenkt dat in de oceaan tussen Amerika, de Pacific en China, een gebied is groter dan West-Europa waar helemaal geen leven is. Daarom doen we het ook. Dus geen leven, geen vis, niets, alleen een little bit of plastics. Maar bovendien doen we het omdat wij dit zien als een business building opportunity that generates profit. En dan kan ik vertellen, in 2006 toen we het bedrijf nog niet hadden, maakten we 1% EBIT, hè, operationele winstmarge. 2007 3, 2008 4,5. 2009 5,8%, terwijl de hele markt in elkaar donderde. En we zitten nu op 9,3%. Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar ook wel een beetje. Maar om geloofwaardigheid te geven aan het cradle-to-cradle concept. Iedereen is bezig met eco-efficiency, wij ook. Minder energiegebruik, minder CO2, hartstikke goed. Wij verbruiken van de 410 miljoen liter water, hergebruiken we de helft. En aan het eind van dit jaar hebben we een closed loop. Allemaal prima, eco-efficiency, maar eco-effectiveness is veel leuker. Dat is waar cradle to cradle om gaat. Want dan kan je een positieve footprint achterlaten in plaats van dat je het alleen maar hebt
over lower carbon footprint. Die footprint die kan zo groot zijn als het maar kan zijn, omdat alle elementen in dat product opnieuw op een veilige manier hergebruikt kunnen worden. Een belangrijk element van eco-effectiveness is ook dat je hernieuwbare energie gebruikt. En wij willen naar een bedrijf toe, en dat gaan we in slagen, dat op alle plekken waar wij produceren en werken, decentraal de energie opwekken. Op dit moment komt al onze elektriciteit in de Alpen. In de toekomst hebben wij zonne-energie in Dennemonde, in België, dat wordt dit jaar gelegd, windenergie, geothermische energie en biomassa-installaties. William McDonough, een van de uitvinders van Cradle to Cradle, is een architect. En vele andere architecten, zoals Thomas Rau, zetten op dit moment gebouwen neer die meer elektriciteit afgeven aan het netwerk dan dat ze verbruiken. En dat is een wereld waar wij naartoe moeten. Ik heb dit gepresenteerd aan Sir Moody Stuart, dat is de ex-CEO van Shell. En die las dit, use renewable energy in all stages of the cycle. He got totally silent. And he said, well, actually, it's probably the right thing to do in 30 to 40 years from now. Nou, hij is retired, hè? Anders zou hij het nooit gezegd hebben. Maar dit is waar we naartoe moeten. Nou, als je dan eenmaal zegt, ik ga Cradle to Cradle. Ik heb een documentaire over Cradle to Cradle gezien van Rob van Hattem. Ik heb het boek gelezen, eind 2007. Ik was zo onder de indruk. Ik ben naar Braungart gelopen, Michael Braungart. En ik zeg, jij moet me helpen om mijn hele bedrijf Cradle to Cradle te maken. Ik wil in 2020 al mijn producten Cradle to Cradle hebben. Nou, als je dan begint, dat is geen sinecure, want dat betekent dat al je grondstoffen en raw materials moeten worden onderzocht. En je moet naar je raw material suppliers en zeggen, jij luister eens even, dat is allemaal mooi en aardig. Jullie voldoen wel aan REACH, wettelijk allemaal oké, maar wij willen nul. Wij willen superzuiver materiaal. Want Cradle to Cradle is iets heel anders dan recycling. Recycling, daar let niemand erop op de contaminatie en hoeveel gif erin zit. Maar Cradle to Cradle, dan wil je met zuivere materialen werken. Nou, als je naar die bovenste grafiek kijkt, dan zeg ik, ja oké, zo zijn wij begonnen. Onze producten zagen er zo uit. Dan kan je zeggen, wat is het voor een idiote CEO die dat over zijn eigen producten zegt? I don't care. De hele industrie gebruikt dezelfde soort ingrediënten. En wij doen er tenminste wat aan. Nou, die grafiek daaronder, de tijdsas is horizontaal. Die groene balk, daar willen we zijn in 2020. We zijn nu halverwege. Want al onze tapijttegels, wat de helft van onze business is, die zijn nu Cradle to Cradle aan te bieden sinds juni 2010. Dat betekent dat de polyamide is Cradle to Cradle. En de dat garen dus. En de ondergrond is ook Cradle to Cradle vanaf nu, dat is namelijk polyolefine. Dat is superzuiver materiaal wat je van olie maakt. Terwijl tegenwoordig zit daar bitumen in. Oké, je kan dat doen. Je kan dat Cradle to Cradle doen in de technocycle, hè, oil-based producten, of in de biosfeer. Nou, we hebben die tapijttegels bijna onder de knie. Dit jaar beginnen we met kunstgasvelden. Daar zit op dit moment latex onder. Daar moet hetzelfde materiaal onder als we gebruiken voor het maken van het garen. Dat betekent dat we na 8 of 10 jaar kunnen we die velden terugnemen. Smelten ze, extruden ze, maken er garen van en nieuwe backing. Super Cradle to Cradle. De derde productgroep is de most challenging, want dat zijn die wollen producten. Dan zou je zeggen, dat is lekker natuurlijk, biodegradable. Nou, dat valt wel mee, want daaronder zit allemaal latex en daarboven zitten allemaal dingetjes die je eigenlijk liever niet zou willen hebben. En we hebben nu een plan voor de komende 2 jaar om dat volledig biodegradable te maken. En in plaats van latex gaan we bijvoorbeeld gebruiken PLA. Dat maak je van afval van mais. En daar gaan we zeker in slagen. Nou, ik ga even verder. Wij werken heel veel met jonge designers, scientists en students. We praten over de hele wereld. Ik vlieg zo naar Abu Dhabi. Dan ga ik daar presenteren samen met Michael Braungart aan 500 architecten en designers en de Green Shike. Nou, dat is de Green Shike en dat is de rijkste projectontwikkelaar van het gebied. Dus helemaal goed. Maar daar gaan we mee door. Je kan wel zeggen, ik maak producten van hele zuivere materialen, maar dat gaat alleen maar werken, dat hele cradle-to-cradle systeem, als je een take-back system opzet. Anders gaat het allemaal niet gebeuren. Nou, de klikker doet het niet, nou doet hij het wel. De Europese tapijtindustrie, ver voor mijn tijd daar, 5 jaar geleden, probeerde dat op te zetten op Europees niveau, hebben 5 miljoen euro verbrand en zaten allemaal alleen maar te kwebbelen. Wij hebben gezegd, wij maken een recycling divisie onder ons bedrijf, onder de Cradle to Cradle umbrella. En dat betekent dat wij nu alle tapijttegels van, ook van competitie, ook van onszelf, in alle landen waar we opereren, nemen wij terug en die verwerken wij. We hebben een machine ontwikkeld over een technology, proprietary technology, klinkt veel mooier dan die machine,
2,5 jaar over gedaan. Daar gooi je gebruikte tapijt ergens in, dan hoor je een geluid. Bzzzt, dan ligt er links garen, dan ligt er rechts de bitumen. Dat garen, dat gaat naar een van onze suppliers. Die depolymeriseert dat tot caprolactam. Caprolactam krijg je normaliter uit verse olie. En van de caprolactam maakt hij weer opnieuw garen, gaat weer naar ons toe en wordt weer tapijt van gemaakt. En van de bitumen, die we er nu uithalen natuurlijk, want het zijn allemaal bitumentegels, die gaan naar de roadworks, naar de wegenbouw, fietspaden en de cementindustrie. In de toekomst, over 8 à 10 jaar, als wij die polyolefine tegels terughalen, ja, dan kunnen we die backing weer opnieuw gebruiken om opnieuw tapijttegels van te maken. Nou, dat is een belangrijk verhaal. Het werkt heel goed naar regeringen, lokaal, nationaal en ook naar bedrijven. Want alle bedrijven hebben een corporate social responsibility beleid, hè, een MVO beleid. Ze hebben allemaal een sustainability beleid, allemaal zo hoog mogelijk op de AP Dow Jones Sustainability Index. Het gaat allemaal over CO2. Goed hoor, niks mis mee. Maar als ze dit verhaal horen, dan zeggen wij, kijk, vroeger gingen onze verkopers, die gingen ergens naartoe, die zeggen al lekker kleurtje, lekker tapijtje, mooi materiaaltje, moet die kopen. Tegenwoordig komen ze binnen en dan zeggen ze, wat doet u aan MVO? Wat doet u aan sustainability? Dit, dat en dat en dat. Nou, allemaal prima, dan krijg je dat eco-efficiency verhaal. Prima, dan zeggen wij, fantastisch wat jullie doen. Maar hebben jullie hier wel eens van gehoord? En ik kan u zweren dat 80% van de gevallen dat onze klanten dit verhaal hoort, dat gaat erin als koek. En dat geldt ook voor de overheden. Maar kijk, dat gaat alleen in als koek als je het ook echt doet. He, sustainability by lip service, you will be losing. Completely. Wij proberen te doen sustainability with substance. En het mooie is, de overheden die zullen daar nooit wetgeving voor maken. Misschien over 10 jaar of zo. Maar de manier waarop ze dat nu stimuleren, te beginnen bij de Rijksoverheid, is door in hun procurementbeleid, in hun inkoopbeleid, erop te staan dat ze kredel-to-kredel materialen gebruiken. Nou, en dat helpt ons natuurlijk over de hele wereld. Nou, dit is de laatste slide. Dat gaat even over dat netwerk. Dat netwerk, daar staat maar één cirkeltje, maar ik kan er inmiddels wel 10 omheen tekenen. Met heel veel bedrijven. Akzo Nobel is er één van die er heel hard mee bezig is. Philips is er mee bezig. Dow helpt ons, en NSM, om die zuivere materialen te krijgen. Van Gansenwinkel helpt ons bij het terughalen. KLM helpt ons bij het kopen en testen van allemaal prachtige tapijtjes. En Heidelberg Cement, fantastisch bedrijf in Duitsland, maakt kredel-to-kredel cement that cleans the air. Nou, de reden waarom wij dit doen is natuurlijk om een fantastische business te hebben. Maar een van de belangrijkste redenen voor mij en ook voor mijn werknemers is dat dit geweldig zal zijn voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Oh ja. En dan kan ik vertellen dat de employee satisfaction studies die wij doen binnen ons bedrijf, die schieten jaar om jaar omhoog. Want het is gewoon lekker om niet alleen maar tapijt te maken, profit en omzet, maar ook iets goeds te doen. Hartelijk dank.